Meneer Wilders, op dit moment vliegt correspondent van RTL Olaf Koens terug met twee ISIS-gangers. Die zitten toevallig ook op dat vliegtuig. Mensen die dus hier berecht worden en niet in ISIS-gebied, althans voormalig ISIS-gebied. Wij gaan dat faciliteren, dat doen we eigenlijk dus al. Ja, de heer Olaf Koens is natuurlijk welkom terug in Nederland, maar twee terroristen, twee ISIS-gangers, twee Syrië-gangers, die we gewoon terug naar Nederland laten komen met heel veel geld, met allemaal dure begeleiding, die dan hier waarschijnlijk met een halve taakstraf of een korte gevangenisstraf ervan afkomen. Dus het is echt waanzin. Dat is dus wat meneer Rutte, premier Rutte van Nederland in petto heeft. De terroristen komen naar je toe deze zomer. Je hoeft er niet voor naar Syrië, je kan gewoon thuis blijven. En hij zorgt er wel voor dat ze gewoon per luxe vlucht onder begeleiding van wat marechaussees, dat die gasten gewoon terugkomen in Nederland. Diezelfde premier die eerder zei, wat mij betreft overlijden ze en sneuvelen ze in Syrië, die haalt ze nu per luxe vlucht en onder begeleiding terug naar Nederland. Terwijl die gasten natuurlijk nooit in Nederland mogen komen. Die hadden nooit één voet meer op Nederlandse bodem mogen zetten. En Rutte brengt de terreur deze zomer gewoon ons land in. Het is ongelooflijk. Deze mensen zijn natuurlijk erop uit om terug te komen hier, omdat de berechting hier natuurlijk een stuk soepeler is en lichtere straffen dan in de gebieden waar ze vandaan komen. Ja, natuurlijk. Rechters hier die hebben vaak medelijden met dat soort lieden. En dan verzinnen ze wel weer dat ze een moeilijke jeugd hebben gehad. Of dat ze daar alleen maar pannenkoeken hebben gebakken in Syrië of weet ik wat dan ook. En dan kan het weer niet bewezen worden. Dit zijn gewoon Syriëgangers, gewoon leden van ISIS. En die worden gewoon teruggehaald naar Nederland. Hoeveel gekker moet je het hebben? Als je ooit ons land hebt verlaten om voor ISIS, voor de islamitische terreur te gaan strijden, dan heb je voor eeuwig je kansen verspeeld om terug te komen naar Nederland. Dan moet je daar blijven. En of je daar nou snuivelt of daar de gevangenissen gaat of wat dan ook, het zal maar worst zijn. Maar je komt niet meer terug. We hebben nu een minister-president die niet alleen onze grenzen niet sluit, maar die ook gewoon tegen terroristen zegt, kom maar terug. En ik verzeker u dat in no time deze mensen weer vrij op straat rondlopen, tot op het bot ideologisch bewapend met allemaal ISIS-gedachten die ze immers al hadden, anders gingen ze er niet heen. Maar ook zeer goed getraind, ervaring in het gebruiken van wapentechnieken en gevechtstechnieken. Die lopen dadelijk na een korte straf wellicht, of dat niet eens, lopen ze weer door Amsterdam of Rotterdam of Utrecht lopen ze rond. Het is een godspe. Onze minister-president en onze regering brengt ermee de Nederlanders gewoon een gevaar en haalt terroristen gewoon terug naar Nederland. Ik heb daar werkelijk geen woorden voor.